Vanaf nu kan de hele grachtengordel en het complete gooi voor de afwisseling ook eens naar Marokko om bij hun favoriete Aziatische restaurant een vorkje en stokje te prikken. De Red Sun opent haar deuren in Marrakesh. Het is groot, het is druk, het is veel, het is... Maar het heeft wel iets heel aparts, ja. Nou, ik heb heel veel bekende Marokkanen hier gezien. Hint, Fouradis, meneer Larousse is er. Ik dacht, zijn ze allemaal het land uitgeschopt? Ineens waren ze in Marrakesh. Dus ik hoop dat ik wel straks weer terugkwam.